Welkom bij een blik in de toekomst. We wisten dat die zou komen, de Game Awards, maar we kregen er ook best wel veel vragen over of wij deze The Matrix Awaken, of we die demo hadden gespeeld, wat we ervan vonden, et cetera, et cetera. En daarbij dachten we eigenlijk van, dan is het eigenlijk wel leuk om die gewoon te gaan spelen, dat in een item te vormen en dan ook meteen even een discussie te beginnen over, ja, wat de eventuele gevolgen zouden zijn als dit ook daadwerkelijk ooit naar de PlayStation 5 en de Xbox Series X en de PC gaat komen. Want je zult straks zien, doe zeker even een zonnebril op, het is echt wel een stap vooruit. Ja, Skate weet het nog niet, want Skate heeft wel wat gezien, maar nog niet gespeeld. Ik heb de beelden op de Game Awards, ja, maar that's it. Ik heb inderdaad, ik heb 5 minuten zitten kijken, toen heb ik hem uitgezet, omdat ik dacht van, hey, maar dit is leuk om dit live te gaan doen. Dus we gaan spelen, Skate gaat spelen en ondertussen gaan wij er gewoon gezellig over praten, discussiëren, allerlei dingen aanstippen. Dus druk maar op aan. Wat ik weet vooraf even is dat we beginnen feitelijk met de film van The Matrix, maar dan, het is allemaal in-game gemaakt. Met de Unreal Engine 5. Met de Unreal Engine 5. En het is gemaakt met een klein team. Dat hebben ze ook gezien. En je ziet het wel. Je ziet het wel. Je ziet dat het niet echt is. Ja, je ziet het eigenlijk aan de... Ah, dit is wel gruwelijk. Bedoel, jij hebt dit is wel echt. Nee, dit is allemaal een computer. Oh, Jezus. Nee man, dit is nee? Wel echt. Ja? Wat we net zagen, hoe die zo op zijn desk lag, dat was niet real. Ja, dat bedoel ik. Wat is real en wat is niet real? For instance, I'm not even sure why I'm here. I remember waking up and thinking that I'm supposed to come here. That it was important for me to ask people, how do we know what is real? Hij is hier niet echt. Je ziet het. Hi, I'm Keanu Reeves. Over 20 years ago, I first played the character Thomas Anderson in the Matrix trilogy. Ik weet het niet, hoor. Dit is hier is hij niet echt. Nee, dat 100% zeker. Nou, maar dat is het dus. Een van de... Want we hebben dit met Sony ook al een keer gehad. Ze hebben een engine dat het... Een van de dingen die ik heb, heb ik altijd gezegd van... Ik hou van realisme, maar als een game zo realistisch wordt... dat het niet te onderscheiden is van de realiteit... vind ik het wel scary worden. Ik heb haar zie ik het duidelijk. Oké, nu zie ik het wel duidelijker. We wondered what would identity mean in a completely digital world. And what would reality mean? Je ziet het aan de mond. Ja, en de ogen ook, ja. Ja, er zit een soort van levensloosheid in. Dat is het ding, inderdaad. Ja. Kijk, hoppakee, bam. Oh, we mogen nog. Nee, we mogen nog niet. Kijk, dit is in-game. En dit is dus uit de film die 7 januari volgens mij uitkomt. En... Ja, het blijft allemaal een beetje mechanisch. Ja, dat is het. Ik denk die het... Ja, nee, ik snap wat je bedoelt, maar... Kijk, het level van detail is wel insane. Zeker. Maar... Elk raam heeft een ander licht. Met de lichaamshouding die nooit helemaal op nee. De natuur getrouw lijkt nee, te zijn. Nee, daar heb je gelijk in. Sorry. I was told this is a sim. Maar ja, even goed is het natuurlijk. dit ziet er wel in. We komen uit het pixel-tijdperk. Wij zijn begonnen met werk. Met wij zijn niet de guys die nu moeten zeggen, nou, dit valt best tegen. Nee. Word of advice. Agents are bad. Nou, bedoel, als je kijkt naar Halo, wat ik echt een hele mooie game vind, Halo Infinite. Maar als je dan die gezichten ziet van bijvoorbeeld die piloot met die baard. Ja, dan vind ik dat toch best nog wel niet super next gen of zo. De stad ziet er wel gruwelijk uit. Ja, absoluut. En
wat de demo's doet is, we kunnen straks een stuk gamen. Vrij simpel, een rail shooter wordt het. En elke crash is AI gegenereerd. Dus alles is uniek. Het gaat echt om de physics op dat moment. Ja, nu ben je het. Kijk, nu kan je spelen. Kijk, nu zie je het wel een beetje. Ik zie aan de auto's bijvoorbeeld. Kijk, maar blijkbaar, als je dit nog een keer doet, gaat het er toch anders uitzien. Maar kijk... Is dat zo? Oh, kut. Oh, shit. Oh. Hoppakee. Kijk, ik zie naar de auto's dat het allemaal ongeveer dezelfde auto is. Ja, ja, ja. Oh. Godverdorie. Oh, dit was gewoon de... Dat is wel de bedoeling. Ja. Hoppakee. Flapsa. Eén ding is wel... Schouders. Ik weet niet wat het is met schouders van characters. Ja. Computer-generated characters. Maar er is altijd iets met hoekige schouders. Ja. Nooit echt begrepen waarom ze dat niet beter hebben kunnen maken al die jaren. Vaak hebben ze net... Alsof ze van die shoulder pads in hebben, zeg maar, weet je wel. Nou ja, dit is dan... hoe nou dan? Je kan natuurlijk alles... God, jezus, wat is het? Motion capture. Dat hebben ze hier dan denk ik niet gedaan nog. Nou... Ja, bepaalde dingen wel, bepaalde dingen. Je kan natuurlijk niet... Veel is gerenderd. Ja, precies. Als iets procedureel door de AI gedaan wordt... Dan kun je niet elke situatie... Kun je motion capture. Ik bedoel, de motion capture zit in de AI. Maar kijk, die stad, jongen. Jezus. Ik krijg bijna een Division gevoel. Die fucking neppe trailer die we ooit hebben gezien. Dat ik dacht van, dit gaat er zo uitzien. Dat werd het toch echt niet. Ja, maar zelfs dat was gamey, weet je wel. Moet wel zeggen dat Cyberpunk dan toch al niet slecht doet. Laten we eerlijk wezen. In welk opzicht? Nou, die heeft ook best wel een levendige stad. Maar ik vind het mooi dat je overal dus... bij die raampjes gewoon andere lichtjes ziet. Het is niet een soort van elk gebouw heeft zijn eigen karakter. Maar goed, dat kunnen we straks nog beter zien, want je speelt dit eigenlijk door en op een gegeven moment kun je gaan rondlopen in die stad. Er gebeurt verder niks meer, maar je kan gaan rondlopen. Explosies zijn ook wel gruwelijk, hoor. Ja. Ik doe eigenlijk geen hol, hoor. Nee. Af en toe een tikje naar rechts met mijn stick, tikje naar links en mijn rechter trigger ingedrukt houden. Hoppakee. Maar dit is een stap, joh, hé. Potverdorie. GTA er zo uitzien, jongens. Gadverdamme. Maar dit is een experience. Nee, dit gaat never nooit kijk, GTA. Oh. Kijk, dit is natuurlijk ook de demo van de Unreal 5 engine. Dit gaat allemaal naar elke developer toe die de Unreal engine gelicenseerd heeft. Die kan niet meer aan de slag. En zij zeggen dus, wij hebben dit met een heel klein team gemaakt. En want dat gaat het zijn. Games worden steeds duurder omdat die teams... steeds groter moeten zijn om dingen voor elkaar te maken. Maar steeds meer kan gedaan worden door AI, door de engine zelf. En daar is Epic echt een enorme voorloper van. Dat je dingen... Dat de software het voor jou doet. Je zegt, je wil dit en dit en dat en dat. Mm-hmm. En dan maakt hij het voor je. Dat gaat uniek zijn. Als het goed is, zouden we nu... dan ook in die stad moeten kunnen rondlopen. Maar dat weet ik niet helemaal zeker hoe dit nu gaat lopen. Want op dit moment hebben wij een zwart scherm. Ah, daar zijn we weer. Jezus. Ja, die AI ook. Dat mass is het ook. AI. Mass AI visualization. Ja, dan kan je dus zien hoe dat allemaal gebeurt. Ja, dit ook, jongen. Dit vind ik fantastisch. En dit is voor mij zo belangrijk. Die levende steden. Hier kan ik uren naar kijken. Ja, dit is sick. Dit is gewoon bizar. Day and light. Kijk hoe snel dat gaat. Dus hoeven niet zeg maar de dag en dan nog de nacht helemaal te maken. En de belichting erbij te doen wat vroeger was. Nu kan het allemaal gewoon met bij wijze van spreken een druk op de knop. Kunnen ze levels aanpassen. En veel makkelijker die nacht en dagcyclus gaan doen. Ja, bizar joh. Zo kan je een hele stad erin plakken. Prachtig. Ja, en dan is mijn droom ooit dat je er overal in kan. En
elke kamer is weer anders. Ja, en dat zou een computer dus kunnen voor jou kunnen renderen. Ja, maar dan kom je wel op het financiële gedeelte, ja, denk ik. En ja, je manpower. En ik bedoel, piepshows zitten er vol mee, weet je wel. Maar als de computer dat voor jou kan doen? Zeg gewoon van, ik heb hier 6000 flatgebouwen, maak van elke kamer met deze scala, ja, aan spulletjes. Het voorwerk, man. Het voorwerk, ja, dat je dient te doen. Alles, ja, moet wel eens gedocumenteerd, kijk, worden voordat je het allemaal in de computer kunt gooien. Nu kun je er doorheen lopen. Wat ik heb begrepen, ik heb helaas de informatie natuurlijk weer laten liggen bij de printer, dat dit volgens mij 2,6 vierkante kilometer is. Zo. Met 220.000 verschillende auto's. Ik ben benieuwd of we ook bijvoorbeeld dezelfde auto zien. Alles wordt gegenereerd. Kijk, jongens, dit. Ja, maar ik heb in dit hotel geslapen. Ja, maar elke keer als je loopt, dan zie je het wel dat. Ja, ja, ja. Dat is het een beetje. Dus op het moment dat je stilstaat, dan. Ik heb nog net niet. Oh, wat doe je nu? Fly. Oké. Ik heb nog net niet het gevoel dat ik nu naar de televisie zit te kijken. Ik zie nog net wel, met name door de auto's, dat dit tv is. Maar kijk dan toch, ja, gewoon. Maar, gewoon de weg hier, hè. Ja. Ik weet niet, man. Ook dit. Ik voel meteen een soort van winter. Winter, ja, in aantocht. Maar geen deze stukje asfalt is hetzelfde. Ook die plassen die erop liggen. Pwah. Vooral als je. Ja, kijk. Je ziet wel als je. Het vergezicht, dat oogt wel echt realistisch. Als dit je is volgens mij Manhattan, toch, of niet? Ja, dit is New York wel. Ja. Is de Chrysler Building ergens te zien, of niet? Even kijken of althans, dat zeg ik wel zomaar, maar ja, misschien is het gewoon een fictieve stad. Dat zou best wel eens kunnen, hoor. Kijk, en wat nu. Kijk, Cyberpunk had dat ook wel heel erg. Nou, dit is een fictieve stad. Heel erg die. Of is het L.A.? Nee, ook niet. Maar dan gebeurt er gewoon niks in zo'n stad. Hè? Dat is natuurlijk een beetje het probleem. Dit kunnen we nu maken, maar gebeurt er dan ook binnen wat in die gebouwen? Dat weten we niet. Gebeurt er ook echt wat op straat? Ga eens ergens naartoe. Jesus. Kijk, want ik ben allergisch voor. Ook bijvoorbeeld als je heel snel ziet dat er 6 dezelfde auto's staan. Ik zie wel een paar rode auto's, maar zijn het ook allemaal merken? Bestaande merken? Nee, toch? Vind ik, nou, lastig te zeggen. Maar je zegt no. Ja. Nou, dat lijkt maar. Ja? Yeah? Misschien, denk ik. Ik kan het niet goed zien. Dit zou dan een Ram moeten zijn? Ik denk dat dit gewoon fictieve merken zijn. Oké, nou, whatever. Je kan niet alles hebben, hè? Nee, we kunnen niet alles hebben. Nou, je ziet dan weer net nog niet in die gebouwen. Zie je dan niet mensen voor de ramen lopen of zo. Dat is dan wel weer jammer. Kijk, daar zie ik ook die drie. Ja, precies. Die drie zijn exact hetzelfde. Zie je dat? Hetzelfde schilderijtje. Oh ja. Ja, 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 kijk, ja, dat zijn van die dingen nog. Helemaal kut dit. Ja, helemaal kut. Wat een kut experience. Gadverdamme. Het is allemaal hetzelfde. Dat is dan weer jammer. Of dat is misschien wel weer die Amerikaanse cubicle culture, zeg, ja, maar. Alles hetzelfde. Ja. Nou, hier zie ik toch wel weer veel afwisseling. Ja, nee, die kasten staan ook één verdieping lager. Misschien is het zondag. Ja. Oké, dit is een beetje mierenneuken natuurlijk. Absoluut. En dit zijn wel typische New York gebouwen. Ja. Jeetje, mina, man. Ja, ik weet ook niet of dat. Vroeger moest elk gebouw moest gemaakt worden. Alle gebouwen moesten gemaakt worden. En nu blijkbaar kun je dat gewoon genereren vanuit de software. Die gewoon complete 10 miljoen verschillende gebouwen kan maken. Kijk eens even kijken, is dat een donut shop? Zijn er mensen in de winkels? Kan je in een winkel? Deze mevrouw die staat hier echt. Kijk, of als het gaat om groen, gaat er nou wat gebeuren? Het ziet er dan weer allemaal wat minder uit, hè? De character models, ja, en zo. Gaan ze lopen? Ja, ze gaan lopen. Even kijken of. Oh, er komt een grote kerel aan. Maar als je hier nou eens blijft staan, of we nou steeds verschillende mensen ziet. Die vraag gaat er steeds op en gaat ze, ja, er weer af. Precies. De AI is nog niet helemaal daar. Wat zit je maar aan te kijken, joh? Ja, ik kan hier uren naar kijken. Gewoon. Ik vind het leuk om het uit te vinden. Van, is er dan, kijk, deze man is al lekker op zijn telefoon. Die is waarschijnlijk de weg kwijt. Dan is die mevrouw, die heb ik ook nog niet gezien. Komt die mevrouw, dus iedereen zit jou een beetje aan te kijken. Flinke
Bocht van je aan of zo. Ja. Jongen. Maar het gaat hier niet heel erg op groen, heb ik het idee. Ja, groen! Mevrouw! Hallo! Nou, het was echt rood-groen. Hallo! Go! Oh, nee, dat vind ze niet leuk. Go! Ah, het is alweer rood. Hmm. Het gaat wel heel snel op groen. Maar goed, anyway. De Venetica Bank. Brasalti. Tjoe. Ik moet er niet te lang naar kijken, merk ik. Want dan ga ik steeds meer de nepheid ervan inzien of zo. Ja, als je gaat zoeken. Ja, je hebt hier weer een Venetica Bank. Dus daar zie je wel van... Ik denk dat ze gewoon een aantal assets erin hebben gestopt. En gezegd hebben van oké, maak nu maar. Weet je wel, maak maar dingen aan. Want waarschijnlijk als we 3 blokken verder gaan... Dan komen we de Venetica Bank weer tegen. Dus inderdaad... Ja, maar er zijn wel heel veel Venetica Banken, hè? Ja, nee, dat is waar. Heb je wel gelijk in. Maar het is inderdaad meer. Je hebt gewoon gelijk. Hoe langer je ernaar kijkt... Als je dan zo op dat niveau gaat kijken... Ja, dan... Kijk, is dit wel. Eerst, je bedoelt eerst... Je wordt eerst overdonderd door de grootsheid... De realistische feel ervan. Ja. Totdat je, weet je wel... Overal gewoon eens even wat dichterop gaat zitten. En dan ziet van... Oké, weet je, het is computer animated. En, ja. Maar logisch. Ja, maar kijk, en weet je, en het voetvolk, als je daar inderdaad echt voor gaat staan, ja, dit. Veel mensen met hetzelfde. Dit zijn bij wijze van spreken GTA characters die we gewoon kennen van de oude GTA games. Daar heb je weer. Daar is hij weer, hoor, met zijn telefoon. Verneuk je die hele demo hier, man. Ja, maar nee. Zo moet je ook wel een beetje kijken. Nee, zeker. Maar kijk, we hebben dit gevoel wel vaker een beetje gehad. We bouwen dat steeds op, hè. Ik bedoel, denk aan de Watch Dogs. Ik moest ook denken aan Watch Dogs, inderdaad. Exact, ja. Hadden we ook het idee van... Nee, die stad en iedereen is anders. En het gaat mij natuurlijk ook om de aankleding van de stad. Kan ik een winkel inkijken? Hier heb je de Venetica Bank weer. Ja. Yep. Het leefde. Dat vond ik het knappe van Cyberpunk. Die stad op het oog leefde die enorm. Maar ging je echt dieper kijken naar die stad en wat er gebeurt. Ja, er gebeurde niet zoveel. Dan is het allemaal optisch. Het is nu natuurlijk ook... Dit is ook een optische demo. Dit gaat alleen maar over de looks. Ja, ik bedoel, als je dan kijkt naar het licht en al dingen. En het verhaal is hier vooral... Het is een klein team wat dit gemaakt heeft. Ze hebben niet gespecificeerd hoeveel mensen. Maar goed, bij een klein team ga ik uit dan niet meer dan 50 man, bij wijze van spreken. Nou, als die dit kan misschien maken... Misschien kun je het met minder wel. Ja. Met de huidige techniek, misschien kunnen ze met de helft, 25 man. Exact. Dat is natuurlijk wel interessant. Omdat als je dit allemaal moet maken en programmeren... Het is natuurlijk ook een verkooppraatje. Wat zij zeggen is, mensen, als je wil dat je grotere games kunt maken... Met minder mensen... En nog meer detail, dan moet je de Unreal 5 engine nemen. Nou ja, dat is wat je nu hebt. Het was toch ook 30 frames per seconde, geloof ik, of zo? Ja, ik moet zeggen, omdat je natuurlijk niet heel erg hard sprint en zo. Nee. En je merkt het met het omdraaien wel een beetje. Ja, ik moet zeggen dat die auto wel heel vriendelijk bleef wachten. Terwijl je er gewoon echt... Ja, ik denk, just checking. Ja, in New York rijden ze, het echte New York rijden ze gewoon keihard door. Ja. Ja, dit is bijzonder. Dit is bijzonder. Ja. Ik vind het ook wel gruwelijk. Het zijn 2,8 kilometer Misschien ook wel langer. Misschien wel 26. Ik weet niet. Was een ieder die cijfers... Nou, vlieg maar eens helemaal naar het end toe. We gaan naar het end toe. Nou, Spider-Man, jongens. Ik zie het wel voor me. Probeer het zo snel als ik kan te doen met speed up. Ja, nou, ik geniet wel. Oh. Alhoewel op een gegeven moment mis ik wel iets als een park of een skate ramp of iets anders. Het is nu wel echt allemaal alleen maar gebouwen. Mm-hmm. En ik denk dat je straks ook vastloopt en dan kan je niet het water over. Dat denk ik. Invisible wall. Ik denk dat hier een Nou, dat zou insane zijn als we naar de overkant. Nee, je kan niet meer verder, of wel? Nee. Ik word tegengehouden hier. Ah, kom aan. Wat doe je me naartoe?
Hé? Oh, kan wel. Nee, nee, kan niet. Bam, dat is het. Ja, het is wel... Het is wel magisch. Je kunt inderdaad altijd wel alles afzeiken, maar... Hé, hey, wij weten als geen ander waar je vandaan komt. En dat was inderdaad... Asteroids en dat soort zaken. En dan... Pong, it's been a long way. Ja. It's been a long time. Ja, maar het wordt natuurlijk wel een... Ik weet, ja, heel veel... Zoals een Ubisoft en Activision, die hebben weer hun eigen engines, hè? En ja, maar dus er niet gebeurt iedereen... echt heel veel in de Unreal Engine, hoor. Ja. En ik denk zelfs... Ja, zelfs wanneer... Ik bedoel, een EA met die... weet je, die engine van DICE? Frost. De Frostbite engine. Ja. Die zou het ook kunnen, ja. En maar als je zoveel studio's hoort... Ja, nee, maar we hebben zoveel problemen met de Frostbite engine. En op een gegeven moment moet je dan misschien ook wel mans genoeg zijn. Ja. En zeggen van, hey, oké, we zien wat die Unreal Engine 5 kan. Misschien moeten we dan toch maar even de Frostbite engine in de freezer stoppen. En ons even gaan focussen op die Unreal 5 engine. Oh, ik zag Poppin. Die blijkbaar toch wel een stuk makkelijker in het gebruik is, bijvoorbeeld. Ja. Tijdbesparend is, geldbesparend kan zijn. Het is een tak van sport, hè? Ik bedoel, ik weet dat toevallig, omdat Arjen Brisé, volgens mij werkt hij nog steeds bij Epic. Maar bij Guerrilla natuurlijk gewerkt. Die was software ontwikkeld. Eigenlijk engines bouwde hij. Dus niet zozeer het level design. Dat level design is het maken gebruik van de engine en dan kleuren ze die hele game in. Maar je hebt gewoon mensen die niks anders doen dan engines bouwen. En dit is gewoon een Uber-engine. En de bedoeling van engine is ook dat het steeds makkelijker wordt om games te maken. Ik bedoel, ik ga nu niet beweren dat ik volgend jaar een game kan maken. Nee. Maar de bedoeling is wel eigenlijk dat je, ja, dat je gewoon dingetjes aanklikt. En daarmee dat dan op dat moment de computer voor jou het genereert. En daar ga je je game binnenbouwen. Oh, kijk nou eens. Kan je ook wegrijden? Ja, waarschijnlijk wel. Oh, fucking GTA is al bijna af, jongens. Waarom wachten we zo lang op GTA 6? Oh, jeez. Het is al een beetje... Oh. Oké, sorry. Oh, een beetje... Wow. Een beetje... Nou... En wel heel gevoelig. Een beetje sensitive, inderdaad, ja. Elke crash is ook anders. Nou, dat gaan we even uitvogelen nu. Kijk eens. Kijk. Holy fucking shit. Oh, het begint te roken. Oké. Stap maar uit. Pak een andere auto. En dan wil ik even kijken of dan, als je de volgende beuk maakt, of dat dan een andere... Nou, dit ziet er wel echt fucking realistisch uit qua deuk. Oeh, hij loopt gewoon voorbij die Range Rover. Taxi! Ik hoorde iemand taxi roepen. Mm-hmm. Nou, die rijdt net weg. En die rijdt ook net weg. Kan je hem eruit rammen? Nope. Nee, je kan alleen maar een auto pakken. Die, nou, dan pakken we die zwarte auto wel. Dat is ook een mooie. Ik deze leven. Ja? Oeh. Lekkere dikkerd. Fucking hell. Nou. Oké, dus je hebt die bank en dan heb je de burgers. Kan ik niet naar achteren, joh? Kan ik niet naar achteren? Dan zou je zeggen dat het break is. Oh, dat is de toeter. Ga naar achteren. Ja, dat lukt niet. Oh. Nou, dan moet je toch de auto ervoor nemen. Kijk, ga terug. Oh, fuck. Volgens mij heb je de zijkant... Ja, hoor. Kijk eens. Dat heb je... En de zijkant ook. Volgens mij de zijkant daar bij je deur is ook gekrast. Ja. Loop ze om de auto. Oh, oké. Ja, dat vind ik dan wel weer fenomenaal. De details. Kijk, wow. Daar zit gewoon een deuk in, ja. Ja, zolang het niet random, zeg maar, is... Jeet. Moet er wel met een idee... Het moet wel enigszins... Ik bedoel, ja, die kras omwille van het zijn van een kras... Moet wel het idee hebben dat ik hem creëer dan, weet je wel. En rij nou eens gewoon echt met je zijkant tegen die... Ja, zal hem niet op. God. Jezus. Kijk. Wow, dat is gewoon de bumper eraf. En bam. Oh. Zag je hem spinnen? Oh. Lekker hoor. Kijk eens. Oh, nu kan ik wel achteruit. Kan ik ook mensen aanrijden? Dat denk ik niet. Ik denk dat ze dat weer niet willen. Nee. Ja, die geven niet mee hoor, die paaltjes. Dat is dan wel een beetje weird. Hier, daar staat een golfje. Misschien met een grotere snelheid. Oeh,
Hou mijn hart vast. Het is de Matrix, hè? Het is de Matrix. Maar je auto is nu wel echt kapot. Die ik kan die nu paal niet heen. Meer achteruit. Daar heb ik altijd zo'n bloedhekel aan. Dat in GTA rijden al die paaltjes om. Ook al is het een grote betonpaal, maakt niet uit. Je rijdt alles omver. Oh, die zit er ook wel lekker om. Kijk, je ziet de hele motor zitten, joh. No way. Je ziet hem wel... Even kijken, hoor. Die... Maar kijk dan daar. De binnenkant van je motor zie je gewoon nog helemaal. Sick. De paal hier gaat wel een beetje hier doorheen. Ja, dat is een beetje raar. Kijk eens, er ligt zelfs afval. Viezigheid. Tjonge, kijk jongen. Nou. Tja, dit is echt wel heel mooi. Ja. Als dit is waar we naartoe gaan. Ja. Hey, I'm all for it, man. Hey, kijk, hij gaat toch weg. Die auto. Slotvraag, Skate. Nou. 2022, gaan we dit al zien? Nee. Nee, hè? Nee. Dit niveau gaan we nog niet mee, man. Dit heeft zeker nog 3-4 jaar nodig. 3-4 jaar? Ja. Damn. We zitten nu al in een... You're bursting my bubble. Nou ja, wat denk je nou, joh? Dat dit binnen 2 jaar mogelijk is? Nee, ja. Nee. Ja, ik denk het wel. Ga ervoor. Hoe lang zouden die studio's inmiddels met de Unreal 5 Engine bezig zijn? Het is een evolutie, hè? Dus elke keer krijgen ze deze tools erbij om weer wat verder te maken. Maar misschien heb je ook wel gelijk, hoor. Jezus. Oeh. Nee. Holy shit. Dat is wel... Oh, fucking hell. Wat breed. Daar is een mooi eind, Skate. Ja, ik denk, laat ik er even met een bang uitgaan. Echt, ja. Without a scratch, hè. Zonder één schrammetje. Ik kan nog even deze wagen. Oh, oké. Okay. Ik zeg gewoon, want ik moet vanavond gewoon weer terug... als we dit opnemen, weer Halo spelen. En dat ziet er dan toch weer net zo anders uit, hè. Hopsakee. Dit is toch een Aston Martin, hoor. Dat lijkt er wel verdomd veel. Dit lijkt er inderdaad op, maar... Je gaat nog even echt een goede klapper maken. Oeh. Nee, daar ga je halen. Bam! Oké, nou ja. Oh, dat valt nog mee. Dat valt nog mee, ja. Ho! Ja, het is af en toe wel een beetje behelpen, hoor. Ja. Oké. Het blijft een game. Ja. Maar... Nah, het is vet. Bedoel, dit is wel even af en toe met open mond, hoor. Sommige momenten dat je er even doorheen prikt. Ja. Maar dit geeft wel een mooie blik in de toekomst, wat je in het begin al zei. Ja. Ga ik toch nog even langer door met dit werk. Ik ben nog net niet aan mijn pensioen, maar gaan we nog wel meemaken. Ja. Vet. Gaan wij lang genoeg in deze business zitten of met games bezig zijn om... praktisch fotorealisme te kunnen ervaren binnen games. Nou ja, willen we dat wel? Dat is een andere vraag, maar het is aan hun natuurlijk. Hè? Die mensen die nu zitten te kijken. Ik bedoel, die bepalen of wij er nog mee doorgaan of niet. Maar, bruut. Een blikje in de toekomst. Dus, een engine. Epic is er keihard mee bezig. En hopelijk is het nu aan developers om het te implementeren in hun games. Het maakt in ieder geval het werk makkelijker. En als ze meer tijd hebben om mooie dingen te maken... kunnen ze misschien ook meer met de gameplay bezig zijn... Niet onbelangrijk natuurlijk. Nee, Het moet wel leuk zijn om te spelen. Weet je? Dat is het allerbelangrijkste. Inderdaad. Maar vet. Het is trouwens gewoon voor iedereen te spelen op de Xbox Series S en X. X en S. En de PlayStation 5 niet op de PC, helaas.